Goedemorgen. Het is vanmorgen woensdagochtend en ik ga even met Daan just rijden. Ze heeft gisteren heel hard gewerkt, zegt ze. Dus ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Doe nou even nog een keer zo'n achtje, Daan. Goed zo. Die schouders mooi doorsturen. Goed zo. Hou de rechteroor naar beneden. Mag niet kantelen. Dus vraag ik een keer in op die rechterteugel. Goed zo. Het rechterachterbeen mooi meehouden. Ja, want die laat hij dan een beetje hangen in die wending. Goed zo. Achter, achter, achter. Zo, ja. Neem je zo rustig al een stukje opzij mee. Helemaal niet al 26 passen. Maar gewoon even controleren is die ook voor mijn zijwaartse hulp. Goed zo. Goed zo. Je mag de achterhand niet te veel naar buiten. Dus hij mag wel schouder voor, maar hij mag niet kontje buitenwaarts. Goed zo. Mooi lucht houden in je onderarmen. Nu opletten, hè? Nu opletten. Focus je op dit stuk, dit is lastig. Hij mag niet kantelen. Goed zo, Daan. En weer ietsje veren. Kijken of je die hals zo een keer wat uit kan leggen, gewoon omdat het kan. Zo in je training dat je nu al zegt, nou, kan misschien een beetje lager, een beetje meer naar boven. Zo, rechts. Hij moet nageven op rechts. Zo, ja. Hij moet om je linkerbeen, maar hij mag, ja, goed zo. Dat is makkelijker dan hem aan rechts krijgen. Oh, ietsje aanvullen, kom. Aanvullen vanuit je been, totdat hij weer aan je hand komt. Oh, ja, geef niks. He, dus als je dat je dan aan de voorkant wel wat vraagt, omdat er weer energie van achter is. Niet omdat je even snel handig bent. Ja, goed zo. Nou, gaan we eens kijken of je aan kan draven, of er ergens een drafpas zit. Dit is mooi hoor. Goed, zo om je rechterbeen houden. Net, ja, net niet te veel buigen. Goed gedaan, Daan. Kijk, de eerste keer aandraven bij Just is altijd even, ja, niet per se voor een 10. Maar dat hoeft ook niet. Paard mag in het begin natuurlijk ook gewoon even opwarmen. Die hoeft niet gelijk te lopen alsof die zometeen de Olympische Spelen hoeft te lopen. Sowieso is dat in het begin, laten we alle paarden even zo opwarmen. Want Daan heeft dan gisteren bijvoorbeeld getraind en is er gisteren met een supergevoel geëindigd. Dan wil je dat natuurlijk eigenlijk gelijk hebben. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus in het begin laten we gewoon even dat een beetje losser. Geeft het paard de kans om op te warmen. En zo ga je rustig met hem aan het werken in wat voltes. Vooral niet alleen maar over de hoefslag crossen. En als daarna een paar rondjes denkt van oké, ze is comfortabel. Dan gaan we wat meer... Dan gaan we wat meer tempowisselingen maken. Dan gaan we wat meer zijwaarts doen. En zo bouw je de training op tot eigenlijk... Nou ja, tot een hoogtepunt is dat eigenlijk misschien niet het goede woord. Maar totdat je daar bent waar je wil zijn. En dan bouw je de training ook weer af. Dus we beginnen nooit gelijk waar we gisteren geëindigd zijn. Goed zo hoor, Daan. Dus hier laat ik Daan ook een beetje. Want als ik me hier dan te veel mee ga bemoeien, dan heeft Daan ook het gevoel dat ze iets moet. En nu hoeft er eigenlijk, er hoeft niet zoveel. Ja, ze moet natuurlijk wel op het goede been licht rijden. Ze moet de teugels op maat houden, dat soort dingen. Goed zo hoor, Daan. Goed zo. Kijk, zie je ook dat hij ietsje hoger blijft in de halsen. Voor het mooie zou hij misschien nog wel wat meer de hand mogen volgen. Maar gewoon even rustig opwarmen. Prima. Kijk, en Daan die zegt altijd, heb een plan en hou je eraan. Nou, dat is nu in het losrijden is het plan. Gewoon even rustig opwarmen. Natuurlijk mogen er geen gekke dingen gebeuren. Maar zo, verwerken naar wat meer halslengte. Goed zo. Nou, had ik eigenlijk gedraaid, denk ik, Daan. Had ik eigenlijk denk ik even gedraaid als hij dit doet. Of even een stukje opzij. Maar dat je het even in de volt, even in de volte oplost. Goed zo, doe je goed. En nu opletten dat je het rechteroor laag houdt. Niet ver buigen naar links. Rechter achterbeen, rechter schouder. Goed zo. Luchtig zelf in je linkerarm, hè? Zo, ja. Als het kan, dan laat je de... Zet je de deur niet wagenwijd open, maar gewoon zoals we altijd zeggen, knijp een beetje minder hard in je teugel. En dat weten we allebei dat we dat moeten doen, maar soms is het wel handig als iemand dat ook een keer tegen je zegt. Dan ben je zo gefocust. Rechteroor, ik vind hem te hoog. Ja, ze maakt volgens mij een keer 2-3 passen kleiner met je rechterbeen. Rechter teugel, rechterbeen. Goed, zo. En dan zelf ontspannen je linkerarm.
Zo, dan gaat het maar even ietsjes ten koste van je. Ja, ik vind hem nog steeds. Hij is nog steeds niet erbij. Ja, buig hem desnoods een keer door rechts aan. Ja, totdat je het rechteroor weer gevangen hebt. Ja, goed zo. Dus je doel op dit moment is even het rechteroor vangen. Goed zo. Ja. Ik wou net zeggen, kun je dat misschien even uitleggen aan onze verschillende paardenmensen? Nou, wat er eigenlijk gebeurt nu in deze volte, Juste is eigenlijk rechts gebogen. Dus als Daan links op de volte gaat, wil Daan werken aan de linker lengtebuiging. We zijn nu natuurlijk nog aan het losrijden, dus we hebben nog niet alles voor elkaar. Dus dan werkt Daan aan wat opzij voor het linkerbeen, naar de rechter teugel toe. Maar Juste is dan zo slim, die denkt, nou, dan buig ik wel door links, maar dan buig ik niet in mijn lijf. En dan buig ik, kantel ik gewoon een beetje in mijn hoofd. Dus dan gaat het, als ze kantelt, gaat dus het rechteroor hoger staan dan het linkeroor. Dus dan moet ze van mij de rechterkant eerst weer eraan rijden, voordat ze dan weer aan de linker lengtebuiging kan werken. Dus dan zeg ik, vang even het rechteroor. En als je die weer hebt, kan je het weer daarheen. Gaat hij weer. Zo en zo, hè, naarmate ze langer rijdt, dus beter voelt. Goed zo. Goed zo, Daan. Netjes hoor. Zodra het just beter voelt, hè, gaat het ook beter natuurlijk. Maar zo in dat losrijden heeft zij zo van die trucjes dat ze denkt, ah, doe ik een beetje zo, doe ik een beetje zo. En soms als je erop zit, kan je dat niet helemaal goed zien. Want dan lijkt het gelijk. Maar als je ernaast staat, zie je duidelijk dat het ene oor hoger is. Even de knop te uitleggen. Goed zo. Rechts, rechts, rechts. Rechter achterbeen, rechter schouder. Rechter achterbeen, rechter schouder. Ja, goed zo. Goed zo, Daan. Mooi hoor. Kijk, daar begint hij. Ja, kijk, daar begint de hals een beetje te deinen. Zo, je ziet dat dus die halsspier een beetje losser begint te laten. Achter het zadel zie je duidelijk dat het losser wordt. Goed zo, rechts hoor. Rechts, 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 rechts. Ik weet dat jij hem graag door links wil, maar hij moet aan rechts. Hij moet aan rechts. Ja, goed zo. Hij moet aan rechts. Goed zo. Ontspannen je linkerarm. Goed zo, Daan. Nog een beetje meer aan rechts. Ik vind dat hij eigenlijk nog steeds kantelt. Ik zou hem gewoon op die volte elke keer zo richting de B en de E even helemaal recht maken. Bijna een keer door rechts zetten opzij van je rechterbeen. En dan ombuigen. Nu ook. Maak maar rechter. Helemaal recht. Kaarsrecht. Ja, dan ga je kijken of je op je linkerhand, ik denk dat het nog niet heel erg kan, of je linkerhand nog ietsje toe kan staan. Oké, goed zo. Want ik vind dat je hem dan iets te veel toch nog bij je probeert te houden op links. Ik snap ook... Zeg maar rechts het hoofd zelf, dus voor mij kijkt ze naar rechts. Ja, nou, ja, goed zo. Maar nu, ja, nu zijn de oren gelijk. En dan kan je hem weer om links gaan buigen. Maar je moet hem elke keer even aan rechts zetten en dan weer om links buigen. Wat hij anders doet dan, is dat hij eigenlijk gewoon, hij kantelt gewoon zijn hoofd. En gooit het achterbeen een beetje daarheen. Goed zo. Zo, ja. En dan steeds probeer je die neus weer een beetje meer uit te schuiven. En weer draaien. Ho, als hij dat doet, even een halve ophouding aanvullen met je been. Want daar, goed zo. Duwt hij gewoon aan de voorkant eruit. Nou, zullen we galopperen? Ja. Ik ben er ook voor om in het begin niet te lang te draven. Galop is toch vaak een comfortabelere gang voor een paard dan draf. Dus even losdraven en dan gaan we lekker galopperen. Met Kashmir doe ik eigenlijk zelfs nou voor de vorm een rondje draven. Dan ga ik daarna gewoon galopperen. Ja. Goed, ook nu. Twee oren recht. Voelen waar zijn de schouders, voelen waar zijn de achterbenen. Als het paard sterk voelt aan de voorkant, dan komt dat nooit omdat hij een betonnen mond heeft, maar altijd omdat het ergens anders in het lijf niet voor elkaar is. Netjes zo, daar. Nou gaan we die... Ja, goed zo. Oké, nou, dat was helemaal niet slecht. Ook nu, we zijn nog steeds aan het opwarmen, dus we verwachten nu ook niet, hè, dus dat... Nog misschien ook nog even dat ze dacht, oh, gaan we nu galopperen? Goed zo. Kijk, je ziet ook voor Just, galop is gewoon een hele comfortabele gang voor haar. Ook hierin in het begin is ze even aan het zoeken van, oké... Weer andere spieren. Hoe ga ik die nu weer even loslaten en gebruiken? Dus nu, Daan blijft gewoon netjes zitten. En houdt het simpel. En als ze voelt dat ze zo meteen een beetje uitblaast. Dat we zien dat die hals weer begint te deinen. Dan gaan we daarin steeds een beetje meer. Weer stuur de schouder door. Zo, ja goed. Zitten, zitten, zitten. Goed zo. Probeer niet uit dat zadel te komen. Ja, goed zo. Ook niet te knijpen natuurlijk. Hè? Want als je... Dan gaat zeggen, ja, ik blijf wel zitten, maar ik knijp met mijn bovenbeen. Is dat ook niet de bedoeling? Zo.
Goed zo. Als ze dus omhoog komt een beetje, wordt Daan ook niet boos. Ze werkt ook niet terug. Ze knijpt in, dat vult ze onmiddellijk aan met haar been. En dan ontspant ze haar hand weer. Zodat die energie door kan werken. Goed hoor. Nou, maak de volte maar een keer een beetje kleiner. Gewoon zo'n simpele oefening. Hoeft ook helemaal niet naar een volte 10 meter. Maar gewoon dat je kan zeggen, hey, ik kan de schouderpartij van het paard een beetje meer naar binnen sturen. En het achterhand die volgt. En dan kijk je even wat er gebeurt. Nou, gaat hij ook weer ietsje ver buigen. Oké, okay, neem maar mee die buitenschouder zitten. Zitten. Nou, dan ga je hierin kijken, kan je hierin een beetje naar voren. En dan hoeft hij ook niet in één keer naar uitgestrekte galop. Maar gewoon zoals je zegt, hey, als ik been geef, volgt hij dan. Ja, oké, okay, hij volgt. Hij komt nog iets omhoog. Hij maakt zich ook wat korter. Dan gaan we weer terug naar arbeidsgalop. En neem je weer wat halslengte. Neem maar mee die schouderpartij. Goed zo. Zitten, blaas uit. Nou, dan ga je weer. Ga je echt focussen op, oké, okay, ik ga dus de achterbenen, de motor van het paard wat meer aanzetten. En ik wil dat hij dat door het lijf heen brengt. Goed zo. Ja, beter dan. Veel beter. En weer opvangen. Nou, opvangen, dan komt, wordt hij natuurlijk wat korter. Dus we moeten hem gaan zetten op het achterbeen. Nou, dat is best wel lastig. Goed zo. Daar mag niet te veel doen en ook niet te weinig. Nou, terugzetten. Dat dat lastig is, hè. Want dat is nog iets wat jullie, wat je denk ik net ook verteld hebt, wat je een doel is. Dus het paard moet vanuit een uitgestrekte galop in één keer weer die energie soort moeiteloos opvangen op het achterbeen. Nou, dat is natuurlijk niet moeiteloos. Dat is heel veel trainen. En dan ook hierin met een heel klein stapje. Daar trok ze weer iets uit het zadel aan. Liet je dan even gebeuren. Halve ophouding binnen been. Dat zijn van die dingetjes waar je dan nu eigenlijk al wel streng op mag zijn. Doet het goed hoor, Daan. Kijk, en dat is wel eens lastig als wij samen rijden. Voor Daan ook en voor mij ook. Dat als je zo aan het rijden bent, dan ga je er zo in op. Dat je wel eens vergeet om te zeggen dat sommige dingen ook goed zijn. Zitten, zitten. Halve ophouding voor die hoek. Achterbeen onder je door. Goed zo, hè. Voor die hoek wil ze zich een beetje lang maken. Geef niks, geef niks. Kijk, die hoeken waren niet mooi. Dus volte inzetten. Terug naar die hoeken. Al is het enige wat je nog doet vandaag, zijn die hoeken rijden. Dus ook weer die afwerking, hè? De afwerking zit hem in de hoek. Nou, voor de hoek maakt het zich lang. Dus maak maar een halve ophouding. Of maak desnoods een volte voor die hoek. Zo, nu ook. Halve ophouding. Is het niet naar je zin? Maak gewoon een volte. Je wordt niet boos, je wordt niet geïrriteerd. Je gaat alleen maar denken, oké, okay, hoe kan ik nou zorgen dat die hoek beter wordt? Volte maken, halve ophouding. Goed zo. Ja, komt hij toch nog iets omhoog? Nou, geeft niks. Helemaal prima. Hebben we wat te doen tenminste, hè? Want als het allemaal in één keer zou lukken, dan waren we snel uitgereden. Zitten, been lang, op je rechterbeugel duwen. Zorg zelf dat je de berg aan het beklimmen blijft. In de hoek is het de bedoeling dat je paard natuurlijk ietsje meer naar boven komt. En dat hij niet een gat naar China graaft. Dus als jij zelf dan tussen zijn oren gaat zitten, dan is het logisch dat dat paard naar beneden gaat. Dan zegt hij, ja, hij komt blijft in de hoek naar beneden. Maar als je zelf zo zit, dan gaat hij dat doen. Nou, even stappen. Nou, die zit er ook al op, galopstap. Net even niet gezien. Kan je zo wel eens een keer naar een wissel toe rijden? Gewoon heel simpel. Gewoon zo in het losrijden, dat je gewoon in het losrijden gewoon met een voorwaartse galop een keer zo'n wissel mee. Misschien lukt het niet. Dan kunnen we kijken wat er gebeurt en ook hoe je dat oplost. Heb je dat gelijk erop staan? Oh, die doe je even opnieuw. Je was eigenlijk zelf meer blijven zitten, meer bij je gewoon zitten en je wil aangalopperen. Dus nu ging jij het eigenlijk het werk voor haar doen. Jij ging ik weet het hoor, ik doe het zelf ook. Jij ging proberen aan te galopperen. Kijk, ja prima. Dat dit nog iets uitkomt, dat zijn gewoon iets van wat je traint. Goed zo, dus dan gaan we dadelijk die overgang nog een keer opnieuw doen. Nu gaan we hem niet 100 keer opnieuw doen, want we zijn nu nog aan het losrijden. Maar dadelijk zou je ervoor kunnen kiezen om je stukje training te leggen op de overgang galop stap. Daan gaat nu gewoon een simpele wissel meenemen. Ze plaatst zijn schouders zo meteen naar rechts. Zitten, zitten. Buigt hem helemaal om naar links. Nou, legt ze de hulp om. Kijken wat er gebeurt. Geef niks, geef niks. Ja, braaf, belonen. Kijk, nu sprong hij hem 3 passen na. Dus hij sprong eerst met het voorbeen. Toen moest hij even nadenken, toen kwam het achterbeen. Nou, over een half jaar als je dat doet, dan zouden we dat niet meer willen natuurlijk. Maar nu zijn we daar eigenlijk gewoon heel blij mee. Er ontstaat geen spanning. En alle 4 benen zijn nu in een andere galop.
Zo, en zo neem je dat spelenderwijs mee. Goed zo. Mooie galop hoor, Daan. Kijk, ik vind dit een hele mooie grote galop. Ik zeg wel tegen Daan, als ze zelf aan het rijden is, ze zo aan het rijden. Dan zeg ik, ja, ik vind de galop wel saai. Maar hij is wel heel mooi doorgesprongen. Kijk, goed. Zo, hier zijn ze nu even een discussie aan het voeren. Dat Daan wil dat het rechteroor, hè, want die gaat nu weer een soort eigen leven leiden, erbij blijft. Maar dat ze ook om haar linkerbeen blijft. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Dus ze moet constant even schakelen, het aan haar uitleggen. En op het moment dat het goed voelt, tussendoor moet ze ook elke keer ontspannen om haar de kans te geven om dat te doen. Hè. Dus daar zie je die kleine strubbelingen, omdat Daan ontspant en Just denkt, nou, geef niet, rij maar door contra, rij maar door contra, rij maar door contra. Ook durven, hè, want nou durft hij ook niet. Zo, terugwijken, schouders naar links, denk travers. Als de benen op de grond zijn, in 1, 2, 3, boom. Geef niks, rij maar door, rij maar door, rij maar door, rij maar door, braaf. Kijk, als het dan even zo lastig is, rechtsom is dan wat lastiger, dan doet ze het even zo. Nou, prima. Dat is allemaal goed. Het is belangrijk is dat er geen spanning ontstaat op de wissel. Hè. Bij een ander paard zou je misschien kunnen zeggen, ik rij een keer op de volte door totdat hij wisselt. Maar dat zou ik bij deze merrie niet doen. In alles wat we doen, zorgen we dat er eigenlijk geen spanning ontstaat. Makkelijk, 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 makkelijk. Groot galopperen. En denk het achterbeen naar voren. Zitten. Dus zorg dat je travers denkt. Zo, de schouder oprecht is. Kom maar, rij door. Vul aan. Vul rij naar voren, rij naar voren, rij naar voren, rij naar voren, rij naar voren. En ja, doe maar. Ja, braaf. Kijk, we zijn weer klaar. Daan en Just hebben hard gewerkt. Vind het leuk om ze te helpen. En dat Daan er dan ook nog een soort blij van wordt natuurlijk. Hè. Maar dat zeg ik net al eigenlijk. Het is soms lastig, want je ziet zoveel en je wil alleen maar helpen. Maar soms dan komt dat, niet dat we daar ruzie over krijgen, maar dan ontstaat er wel eens wat weerstand tussen ons allebei. Omdat we dan, als je les hebt en iemand les geeft, of als we zelf les hebben, dan is ook de instructrice er om te zeggen van, weet je, dat doe je goed en dat gaat goed en dat moet wat minder. Moet je dat op oefenen, maar om dat positief te brengen. En omdat je zussen bent en heel dag met elkaar werkt, bedoelen we het niet negatief, maar komt het wel eens een beetje negatief over. Dus daar probeer ik op te letten om het dan ook positief over te brengen. Dus ik hoop dat het iets gelukt is vandaag. Sowieso is dat het fijn als Steve even een keertje meekijkt, want je ziet altijd vanaf de grond ook weer een hoop wat ik misschien erop niet voel. En ja, dan zie je eigenlijk toch maar dat je het nooit alleen kan, want ook al heb je nog zo vaak les, is het ook wel eens fijn dat, ja, het is gewoon heel belangrijk dat iemand vanaf de grond even met je meekijkt. Ook ik heb daar echt nog heel veel aan.